Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in samenwerking met professor Theo Wong van de Antonicom Universiteit van Suriname en de Australische organisatie Australian Mineral Industries Research Association, AMIRA, de 11e Inter-Guyana Geological Conference gehouden. Deze conferentie vond plaats op 19 en 20 februari 2019 en is een belangrijke internationale conferentie over de geologie van het Guyana-schild. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, geeft aan hoe belangrijk deze conferentie is voor Suriname. Ja, nou, het is een hele belangrijke conferentie. Het is de eerste keer dat er geologisch werk gepresenteerd wordt. Niet de eerste keer dat de conferentie in Suriname is geweest, maar wel heel belangrijk dat het nu is. In eigenlijk een hele uitdagende tijd voor de Guyana schild. Dat we hier de geologen bij elkaar hebben, de wereld, eigenlijk de top van de wereld bij elkaar hebben. Om te praten over de geologie van de Guyana's. Hetzelfde is gedaan in West-Afrika en nu is de Guyana's aan de beurt. De conferentie staat in het teken van het SACSI-programma, het South American Exploration Initiative van AMIRA. Professor Theo Wong brengt naar voren wat het doel van deze conferentie is. Ja, het doel is eigenlijk om alle wetenschappers die werken op dit gebied bij elkaar te krijgen om een verder gedegen onderzoek te doen in het Guyana-schild. Het probleem was dat in Suriname bijvoorbeeld de mijnbouwmaatschappijen allemaal een stukje doen van de greenstones. En de greenstones zijn de goudvoerende formatie. Ja, dus als land, als overheid, als universiteit, als samenleving weten wij eigenlijk niet hoe het in elkaar zit helemaal. Want die maatschappijen houden alle informatie voor zich. En ze zijn weliswaar verplicht om het af te staan aan de GMD. Maar de GMD is niet equipped om al die informatie te verwerken en te interpreteren en om met die mensen in discussie te gaan. Dus wat we nu doen is eigenlijk een grote inhaalslag in kennis, waarbij we proberen ook over de grenzen te kijken en dat alle kennis van verschillende specialisten wordt gebundeld en dat we daar als land veel meer aan zullen hebben. Ook is het te verwachten dat er nieuwe delenstofvoorkomens ontdekt zullen worden in Suriname. Professor Wong geeft een korte uitleg over de identificatie van de nieuwe delenstofvoorkomens. Dankzij het werk van de GMD weten we dat er behalve goud ook indicaties zijn van bijvoorbeeld mangaan, chroom, nikkel en diamant. Bijvoorbeeld. Hè? En dat is eigenlijk nooit verder uitgewerkt. Er zijn wel wat voorkomens geïdentificeerd. In de Bakhuis hebben we koperindicaties gevonden. Maar die zijn dus nooit nader onderzocht. En nu is het dus de bedoeling, omdat we die hele gedetailleerde geologische onderzoekingen gaan doen, dat we ook kijken wat de bronnen zijn. Bijvoorbeeld diamant. We weten dat er diamant is gevonden in Suriname. Ze vinden ook steeds meer. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Dat weet niemand. Dus de moedergesteente waar het diamant uitkomt. We denken dat het uit een soort vulkanisch gesteente komt, wat ze ook in Frans-Guyana hebben. En de kunst is nu, waar we achterheen gaan, is om dat ook te vinden in Suriname. Verder benadrukt professor Wong dat dit een unieke gelegenheid is voor de Surinaamse studenten om kennis te maken met de geavanceerde geologie. Ook zullen zij ingezet worden bij het onderzoek en in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan beurzen en het volgen van trainingen. Volgens professor Wong heeft deze conferentie ook een geweldige impuls aan informatie opgeleverd voor de geologisch mijnbouwkundige dienst. De conferentie is de 11e in een serie Guyana-schildconferenties die al in 1950 op Surinaams initiatief is begonnen.
buurtbewoners en ondernemers van de Zwartenovenbrugstraat en omgeving zijn onlangs geïnformeerd door vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, en aannemingsmaatschappij bij Tally NV over de werkzaamheden die binnenkort zullen aanvangen tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Drambrandesgracht. Dus zoals iedereen weet zijn we bezig met de rehabilitatie van de Zwartenovenbrugstraat, wat inhoudt het vervangen van het totale rioolstelsel en daarna het verharden en herasfalteren van de weg. We zijn op 15 november 2017 begonnen aan de Nassilaan en dan hebben we steeds in secties aangepakt om overlast te minimaliseren. En nu zijn we zover om eigenlijk het laatste gedeelte, wel in de nummering is het sectie 3, aan te vangen met het lateraal riool. En vandaag hebben we de meeting gehouden met bewoners en ondernemers. We hebben iedereen uitgenodigd om aanwezig te zijn, zodat we kunnen vertellen wat er gaat gebeuren. Dit project is in verschillende secties verdeeld. De werkzaamheden waren gestart aan de Zwartenovenbrugstraat ter hoogte van de Nassilaan. Men is nu ready om een aanvang te maken met de werkzaamheden van sectie 3. Sectie 3 is de strekking vanaf de Drambrandersgracht terug naar tot Kwaku. Vandaag hebben we mensen uitgelegd van waar de werkzaamheden aanvangen. Dus de aannemer is van plan om vanuit de Drambrandersgracht terug te werken naar de Prinsenstraat. En dat aan de oostzijde, dat is EBS-zijde. En dan daarna de overzijde, als die klaar is. Medio maart moet het lateraal riool zijn aangelegd, waarna de aannemer direct start met het hoofdriool. En dan de planning is om in mei van dit jaar dat gedeelte vanaf de Drambrandersstraat tot de Prinsenstraat in eerste laatste afval te hebben. Ondanks er een infosessie is gehouden met ondernemers en buurtbewoners van de Zwartenovenbrugstraat ter hoogte Dr. Sophie Redmondstraat en de Drambrandesgracht, zullen deze nog in contact kunnen treden met aangewezen personen van Baitali NV en vertegenwoordigers van OWTNC. Er waren verschillende reacties. Het grootste knelpunt is altijd bij deze meetings is het aantal parkeerplaatsen dat gecreëerd wordt of niet gecreëerd wordt. Maar we hebben een traject waarbij we met de buurtbewoners individueel nog op pad gaan, waarbij we ze uitleggen van wat er mogelijk is. Want soms heb je EBS-masten of andere voorzieningen die in de weg zijn, waardoor je niet overal parkeervakken kan aanleggen. Ook heb je inritten van mensen. Waardoor je daarmee rekening moet houden bij het aanleggen van parkeervakken. Dat was de grootste issue. En de vraag waarom nu pas begonnen wordt, dat is eigenlijk de grootste de vraag. Toch? En wanneer hun sectie aan de beurt is of hun precies voor hun huis en wat voor voorzieningen de aannemer allemaal gaat treffen, zodat zij hun huis kunnen bereiken en hun winkel ook bereikbaar is voor klanten. De onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van OWTNC, Satish Mohan, benadrukt dat er met alles rekening is gehouden. Met de aannemer zijn er afspraken voor comfort, zodat de werkzaamheden geen overmatig overlast verzorgen. Er zal enig overlast zijn, maar om te beperken. Eigenlijk is de bedoeling dat overal waar gegraven wordt, direct dezelfde dag weer dichtgegooid wordt, zodat het weer bereikbaar is. Angelito Del Castillo, projectmanager van aannemingsmaatschappij bij Tally NV, die belast is met de werkzaamheden van dit project, geeft aan welke werkzaamheden allemaal zullen plaatsvinden. De werkzaamheden in sectie 3 zullen inhouden dus dat wij het bestaand rioleringsstelsel compleet gaan verwijderen en een nieuwe gaan installeren. Dat is opgebouwd uit een lateraal rioleringssysteem en een hoofdrioleringssysteem. Het laterale loost af op het hoofd en het hoofd loost af op de uitvallocatie in deze, de Drambrandersgracht. Naast deze rioleringswerkzaamheden zullen we dus een compleet nieuw weglichaam opwerpen en compleet nieuwe verharde bermen aanleggen. De werkzaamheden in deze sectie worden in fases uitgevoerd. Castillo legt de aanpak van de werkzaamheden uit. De werkzaamheden voor het laterale riool van het komende dinsdag aan, 26 februari. Voor het hoofdriool hebben we gepland om midden maart te starten met het eerste deel van sectie 3. En dat is het deel tussen de Drambrandersgracht en de Prinsenstraat. Waarom hebben we dat naar voren getrokken?
omdat we gelijktijdig ook gaan starten met het hoofdriool van sectie 4. En beide lozen af op de Drambrandersgracht. Vervolgens, als we dat hebben gedaan, is het de bedoeling dat we natuurlijk tot en met de eerste verhardingslaag het totaal afronden. En dat we streven ernaar om dat rond midden mei af te hebben. En dan praat ik over het deel van de Zwarthoevenbrugstraat dat ligt tussen de Saramakastraat en de Prinsenstraat. Een veelgestelde vraag is waarom de werkzaamheden slechts overdag en niet in de avonduren plaatsvinden. De projectmanager legt uit waarom er in de meeste gevallen slechts overdag gewerkt wordt. We werken hoofdzakelijk overdag. En dat heeft te maken ook met de fase waarin het werk verkeert. Als we met het rioleringswerk bezig zijn, werken we op dieptes en we werken tussen en langs bestaande nutsleidingen. Zowel van de EBS als van de SWM als van Telusjur. Met kunstlicht is het heel gevaarlijk en moeilijk om dat soort werkzaamheden uit te voeren. Vandaar dus dat we in deze fase van het rioleringswerk uitsluitend en alleen overdag willen werken. In de volgende fases, en dat is wanneer we beginnen met het nieuwe weglichaam, het aanleggen van de nieuwe bermen, dan bestaat wel de mogelijkheid dat we enigszins doortrekken in de avonduren. We hebben dat ook al gedaan in de vorige secties die we nu hebben afgerond. Maar ook daar zijn we beperkt, omdat er ook wel mensen wonen langs de strekking. En u moet zich ook wel voorstellen dat ze overdag lawaai hebben, maar ze hebben s'avonds ook wel behoefte aan wat rust. Dus we proberen ook in die fase dat enigszins te beperken en het binnen aanvaardbare proporties te houden. De nieuwe ID-kaart die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geïntroduceerd, heet de EID. Het personeel van de bureaus voor burgerszaken BVB's is gedurende 3 dagen getraind in het bekend raken met het volledig systeem en de applicaties van de EID. Dit zegt Valerie Vinci, hoofd van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerszaken, het CBB. Landelijk worden alle personeelsleden getraind van de 42 bureaus die we hebben. Maar dat is in fases, omdat we bij de launch met een x-aantal bureaus starten. Daarna komen er steeds weer een paar erbij, totdat we landelijk operationeel zijn voor wat betreft de 42 BVB's. Deze 3 dagen hebben we uitgetrokken om het personeel te trainen voor het nieuwe systeem wat de EID betreft. We hebben 3 dagen genomen omdat we theorie gedeelte hebben, praktisch gedeelte, en we gaan het ook afnemen met een test. Het verschil in de procedure van de EID-kaarten is dat de aanvraag wordt gedecentraliseerd, zegt de BISA-functionaris. Procedure gaat verschillen, net als wat ik al aangeef. Het wordt een decentralisatie in het proces. Er is geen centrale plek meer voor aanmaak. De benodigde stukken, alles ligt eigenlijk in feite op het bureau. Dus uittreksels komen te vervallen. Bij dit systeem hoeft men geen pasfoto's te brengen, net als het paspoortensysteem, omdat de pasfoto's op het bureau gemaakt worden. De foto's worden op het bureau gemaakt. De handtekening wordt daar afgenomen en de vingerafdrukken. Men moet zich aanmelden met hun oude ID, dat is voor de inruilgevallen. Natuurlijk zijn er ook nieuwe gevallen, mensen die hun ID-kaarten kwijt zijn. Er zijn verschillende categorieën. In de eerste fase wil ik de burgers vragen niet allemaal te rushen naar het bureau wanneer de launcher is, omdat er een overgangsperiode is van 3 jaren. Je ID-kaart, wat je nu hebt, als die nog geldig is, ga je hem kunnen gebruiken tot 3 jaren na de launch. Want binnen die 3 jaren moet wel ieder voorzien zijn van een nieuwe. In die 3 jaren wordt hij wel kosteloos ingeruild. Na de 3 jaren gaat u wel betalen als u komt inruilen.